De ophef over de uitspraken van Johan Derksen gaat volgens Heleen van Rooyen veel te ver. De schrijfster, wier zoon op de redactie van Vandaag een site werkt, denkt dat de uitspraken van de voetbalanalist wel heel erg worden opgeblazen. Heel veel mensen hebben in hun jonge jaren dingen gedaan die eigenlijk niet kunnen, zegt ze in de talkshow HLF8. Heleen moest door Johan terugdenken aan een van haar eigen jeugdzondes. Toen ik die anekdote hoorde, met schaamte opgebiecht, dacht ik zelf aan mijn eigen jeugd en dat ik een keer met mijn zus een buurjongen helemaal dronken heb gevoerd met Cointreau. Gastvrouw Leonie ter Braak grijpt dan kortstondig in, aangezien live televisie tegenwoordig gevaarlijker is dan ooit, kijk uit, hè, waar je nu naartoe gaat. Heleen vervolgt lachend, ik ga het allemaal vertellen. Het OM mag het gaan onderzoeken. Wat is er gebeurd? Heleen, we waren nog onder de 20 en ook losgeslagen. En de buurjongen die we allebei heel leuk vonden, hadden we ons huis ingelokt, er stond een enorme fles Cointreau, die hebben we echt bij hem naar binnen gegoten glaasje voor glaasje. Nou, gelukkig heeft hij het overleefd en geen alcoholvergiftiging opgelopen. Medetafelgast Suzanne Smit, die anti-VI is, daarop, maar heb je iets op oneerbaar plekken gestoken? Heleen, ik weet het niet eens meer. Dan, niet gestoken, nee, maar we deden. Hij was natuurlijk niet meer, weet je wel. Suzanne, ik vind het geen vergelijkbare anekdote. Heleen, ik wel. Suzanne, en wij lachen hier ook niet om. Heleen denkt dat de commotie over Johans uitspraken iets te ver gaat. Nee, natuurlijk hoef je daar niet om te lachen. Ik wil alleen maar zeggen, als er drank en mannen en vrouwen in het spel zijn die allemaal in een soort seksmoed zijn, dan wordt het heel vaak rommelig en dit klonk ook als een heel rommelig verhaal. Bert van der Veer, die naast Heleen zat als pro-VI-gast, Suzanne en Jessim Kenden zaten tegenover hen als critici, vindt het ook te ver gaan. Bij Jinek zag je dat er werd opgeroepen dat adverteerders zich terug moesten trekken. Het meest ben ik geschrokken van Marcia Luiten, een goede journaliste, die vond dat het hele programma maar van de buis af moest. Aan het eind van de uitzending maakt Heleen nog één statement. Ik wil nog één dingetje zeggen. Dat het OM nu een onderzoek gaat instellen en getuigen oproept om zich te melden, vind ik wel echt een klap in het gezicht van alle vrouwen die wel aangifte hebben gedaan en die al heel lang zitten te wachten op de behandeling van hun zaak. Ze vervolgt echte zedenzaken, echte vrouwen die echt aangifte hebben gedaan en niet een of ander kroegborrelpraat van 50 jaar geleden. OM, ga je met de zaken van nu bezighouden met de vrouwen die nu daarop zitten te wachten? Suzanne denkt daar anders over, de vrouwen die deze commotie zien denken en het morgen overkomt, denken, ja. Ik ga wel aangifte doen. Dan ontploft Heleen, schreeuwend, nee, die denken, oh lekker, nu zijn we bij 1974. Ik zou echt superpissig zijn.